Of je het nu ziet of niet, we zijn onderdeel van de geestelijke wereld. En voor mensen die hier nieuwsgierig naar zijn en Jezus nog niet kennen, liggen er veel gevaren op de loer. Nadia woont op het Arabische Schiereiland, waar de geestenwereld als onderdeel van de islam zeer geaccepteerd is. Al vanaf jonge leeftijd ervoer Nadia een leegte. En ze verdiepte zich in New Age en kwam ook in aanraking met andere occulte praktijken. In die periode gaat het steeds slechter met Nadia. Maar dan komt er een ommekeer. Als haar vader overlijdt, breekt het besef door waar ze echt naar verlangt. Naar een God die onvoorwaardelijk van haar houdt. En dat is het moment waarop ze Jezus leert kennen. Haar hele leven verandert compleet. Nadia probeert nu anderen te helpen die verstrikt zijn geraakt in New Age en occulte praktijken. Bid voor Nadia in het belangrijke werk dat ze doet op een plek waar mensen Jezus nog niet kennen.